merk het in de Groene Corridor heel concreet. Dat er bedrijven zijn die bereid zijn om te investeren in dat landschap. Dus dat is hartstikke mooi om te zien. Kan het beter? Het antwoord is ja. Ik denk dat aan de voorkant veel meer definiëren samen overheden en ondernemers wat je nou voor kwaliteit wenst en wat je wilt. Dat daar de sleutel tot succes zit. En dat willen we graag ook beter gaan uitbouwen in de Groene Corridor. We zijn bezig om een schets te maken van wat nou de private ondernemers en instellingen die er zitten, wat die graag willen. Dat wordt nu op een soort van kleurplaat, zeg maar, wordt dat weergegeven. En dat wordt dan op de kleurplaat van de overheid gelegd. En dan gaan we kijken van waar zitten de plussen en waar zitten de minnetjes. En gaan we kijken of we daaruit kunnen komen samen. Ik zelf zou bijvoorbeeld heel interessant vinden in de corridor om te werken met bijvoorbeeld een soort concessiemodel. Dat je private partijen een deel van de corridor als het ware in concessie geeft om daar dan activiteiten te ontplooien. Natuur, landschap, ondernemend. En ik zie daar wel kansen toe ook met de verdere doorontwikkeling van de corridor. Ik denk dat bedrijven echt geïnteresseerd zijn om een structureel bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de Groene Corridor. Maar dan wel om de bedrijven heen. De Groene Corridor is natuurlijk een zone van 12 kilometer lengte. Ja. Dus een bedrijf wat 10 kilometer verderop zit, heeft iets minder met dit stukje wellicht. Hè. Ik kan me voorstellen dat de kwaliteit van de overheid zou kunnen zijn dat je al die verschillende concrete initiatieven aan elkaar koppelt. Dat je meer en meer probeert, zou mijn ideaalbeeld zijn, als overheid, ondernemers, bewoners gezamenlijk zorgt dat die kwaliteit bewaard wordt.